zo gewild zou hebben. Nou, meester Sarolia, die zullen wij vragen om de hele zaak aan te klagen. Meester Sarolia kennende, hij heeft nog een zaak van het ziekenhuis onder zijn hoede. Het is wel zo dat hij heeft, ik begrijp hem wel zo, dan neemt het kwalijk, maar ik begrijp wel dat meester Sarolia een beetje ongerust was en de verantwoording niet zomaar durfde nemen om te zeggen, gaan we naar huis, want hij denkt natuurlijk, ja, als het misgaat, dan is ze ook dood en dan heb ik gezegd, gaan we naar huis. Maar dat was ook onze verantwoording en uiteindelijk vooral ook mijn verantwoording, want ik heb zo dan zelf gezegd, alsjeblieft, haal mij hier weg. Ik vind het hier zo beledigend en zo chanterend en zo vreselijk wat sommige personeel betreft, dat ja, dan wil je gewoon ook niet leven. En het is een doodzonde dat wat de dokters daar, de meeste dokters, fantastisch doen, dat het resultaat toch is dat mensen dood willen. En het vies zelf uitdrukken, al dan niet in coma, al dan niet bewust of onbewust. Omdat je wordt niet goed begeleid bij het wakker worden. Mensen die geen water mogen, ze worden niet hun lippen, althans niet wat ik gezien heb op de afdeling, worden niet hun lippen met ijsblokjes bevochtigd. Als je wakker wordt, er zit niemand naast je. Ja, af en toe is het verpleegkundige die een beetje van rust stelt, maar niemand zit bij je bij het wakker worden. Je kan om water roepen wat je wil, maar zij zitten aan hun giechelverhalen, het zijn giecheltrutten. Dus dat is gewoon een heel wanhopig gedoe. Ze denken meer aan hun eigen eten en hun vakanties en hun uitjes. En de patiënten kunnen even barsten. Maar de banden van Luigi, die zijn zo belangrijk voor mij, omdat Luigi heeft in zijn jeugd een auto-ongeluk gehad, waarbij hij ongeveer een maand in coma heeft gelegen. De helft van zijn lichaam was toen verlamd, de helft van zijn lichaam is nog steeds verlamd. Maar hij heeft een methode ontwikkeld waardoor hij de slechte kant van zijn lichaam, de verlamde kant, dwingt om mee te gaan met de goede kant van zijn lichaam. En ik vind het zo fantastisch. Die man die was helemaal gebroken, heeft jaren nodig gehad om weer een beetje te leren lopen. Terwijl hij een jaar daarna werd gevraagd in allerlei musicals, in allerlei films, door hoe goed hij was. Die methode die werkte zo goed dat het veel mensen echt geholpen heeft. Ik was natuurlijk enorm geïnteresseerd en ontroerd dat het heeft gekund. En ja, omdat ik helemaal bijna niet meer kan lopen. Ik pretendeer niet dat ik het kan halen om zo ver te komen. Misschien wel, krijg ik helemaal de tijd niet. Maar ik vind het zo enorm mooie banden om naar te kijken. Dat ik heb zelf iets gezien wat ik zo tevreden mee ben. En zo gelukkig mee ben. Nou was het zo, dat had ik uitgelegd in het ziekenhuis. Slobodan heeft daar televisie gebracht, zodat ik dat kon kijken. Nou, er was daar een avond geweest tot 12 uur s'nachts. En die rukte dat er gewoon zo uit. Die zei, abba, de beeld trilt of zo. En ze zei dat andere patiënten erover geklaagd hadden. En dus toen kwam ook neer dat ik helemaal niet kon kijken. Toen dacht ik, ja, maar dat was afgesproken. Ik heb uitgelegd dat het mijn liefste wens was. Ik heb er vreselijk veel pijn en ellende voor over gehad om te wachten op die banden. En dan
tenslotte komt er niks van terecht. En die vrouw die was er ook zo woedend over, die heeft ook gelogen. Die heeft bijvoorbeeld gezegd dat die jongen tegenover mij, ik geloof dat hij Romein Koers zitten, ze heeft gezegd, die Romein Koers, die heeft daarover geklaagd. Nou, wij waren een beetje kwaad op Romein Koers. En dan keek je hem een beetje kwaad aan. En mijn man die vroeg, ja, ik heb al gehoord dat u heeft last van die banden gehad. Die jongen zei, wat? U weet van niks. En toen bleek dat hij daar helemaal niet over geklaagd had. Ik vond het al gek, want hij had er mij niks over gezegd. Dat was een hele schone jongen die heel de nacht ook altijd bezig was om tanden te poetsen en zijn spulletjes schoon te houden. Net als ik. Dus, ja, het was niet, ze heeft gelogen, die zuster heeft gelogen dat die jongen daar last van gehad zou hebben, terwijl die jongen heeft er niet over geklaagd, beslist niet, en die heeft later mee opgeholpen. Ze hadden mij zo vastgezet, hier een knie en hier een knie en daar geen ruimte tussen, en die tafel kon ik zelf niet wegduwen. En toen ben ik zo van vermoeidheid voorover gezakt en ik had geen plekken om te bewegen. En dat zou ik toen ook in die positie niet meer zelf een hele nacht hebben kunnen volhouden. En die jongen die heeft toen wel geholpen om die kar opzij te duwen. Heeft hij mij geholpen. Later heeft hij nog een paar keer geholpen, want toen heeft hij gezien hoe er gelogen werd en hoe er gechanteerd werd. En hij is me ook gaan zoeken in die televisieruimte later. En hij heeft me soms water gebracht als ze me geen water wilde geven. Dus we zijn eigenlijk goede vrienden geworden. Want hij vond ook dat het daar heel gek ging. En heel ongevraagd. Er was wel een andere vrouw die naast mij was komen te liggen. Eén nacht voordat ik ben weggegaan. Inderdaad. Die heeft wel geplaagd, die wou in het donker liggen, die wou inderdaad, die wou dat niet. Dus dat is wel geweest. Maar die andere jongen heeft de zuster beslist gelogen. Ja, dan wou ik ook nog zeggen, er werd altijd gezegd, dan moet u niet gaan slapen. Waarom slaapt u niet? De eerste had ik niet slaap, de tweede, als ik sliep, ik werd in paniek wakker om in het donker en ik had die ademhalingsproblemen, dus dan was ik helemaal in paniek, daarom ging ik niet zo warm slapen. Ik had ook niet veel slaap, maar wat ik zo enorm gek vind, zelfs eerlijk gezegd sommige dominees, is dat zij stellen dan van ga lekker slapen, dan is de tijd vlugger om. Maar ik dacht, ja, maar stel dat God jou 12 dagen geeft. Waarom moet die 12 dagen zo enorm snel om zijn? Want het is het enige wat je hebt. Waarom moet je die 12 dagen slapen? En christenen die pretenderen toch dat ze zo graag naar God willen. Maar waarom moet je dan, als je zo graag naar God wil, waarom moet je dan zo vreselijk veel moeite doen om die dagen vlug om te gaan slapen en die dagen vlug voorbij te laten gaan? Waarom moet je dan proberen om zo oud mogelijk te worden? Want het is toch wat je zegt, ik wil naar God, dichterbij God. En dan hoor ik aan de andere kant dat je moet proberen je leven te verlengen. Dus ik wil wel niet graag direct à la minuut dood, maar ik heb het heel gek gevonden dat je, als je in God gelooft, dat je dan niet op een gegeven moment zou moeten zeggen, nou,